ben Veerle Finken van België. We zijn de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken. Eurofinish wil eigenlijk de klant, de opdrachtgever en de leverancier kort bij elkaar brengen. Dat je heel goed weet van wat leeft er in de markt, waar vind je innovaties, hoe moet je daarmee omgaan, hoe kan je eigenlijk in de markt aanwezig blijven en dergelijke. Dus eigenlijk het contactpunt zijn tussen een aantal groepen van bedrijven. Ik denk dat Eurofinish vrij goed de resultaten heeft neergezet. We hebben mooie standen, we hebben veel bezoekers, heel veel interactie, dynamiek en ja, veel vlotte gesprekken die hopelijk tot orders en ja, aanvragen leiden. Hè. Ik ben Hans Hooijberg van de firma H2. Dat is ons eigen bedrijf. Wij zijn eigenlijk distributeur van poedercoating, dus importeur. En wij verdelen dat in de Benelux. Wij hadden het gisteren eigenlijk heel erg druk, dus veel verder dan deze stand zijn we niet gekomen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij om als we meedoen met een beurs georganiseerd door een beursorganisator. Want het kost wel iets, maar dan heb je er ook iets voor. Ik zie dat er heel wat verschillende stand-ups zijn met demo's en met innovaties. Dat is heel erg interessant, want dat trekt heel veel mensen aan. Dus voor ons is het echt een geslaagde beurs. Ja. We vinden het concept heel erg goed. Ik ben Cara Springs. Ik ben verantwoordelijk voor Materio Belgium. Materio is een materiaalplatform, een informatie- en inspiratieplatform over nieuwe materialen, innovatieve materialen of materialen die minder gekend zijn. We willen eigenlijk bedrijven en ontwerpers inspireren en triggeren. Met materialen is kruisbestuiving heel belangrijk en we willen materialen uit andere sectoren tonen die misschien tot de verbeelding kunnen spreken voor producten voor deze sector. Het is eigenlijk heel divers. Ik ben al heel veel productontwikkelaars tegengekomen, ontwikkelaars en R&D-mensen uit industriële bedrijven, meer metaal- en kunststoffen gebaseerd, maar die steeds op zoek zijn naar nieuwe materialen, nieuwe informatie.